allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Kevin en vandaag... ga ik iets heel leuks doen, want ik ga vandaag naar The Bodyguard toe. The Bodyguard is een musical in Utrecht en ik ga er vandaag heen en het wordt super tof. Ja, mensen, kijk, het is als een kerstboom, mooi hè, en er liggen allemaal cadeautjes onder. Super tof, ik ga even wat drinken halen. En het is nu een uurtje later en om 6:30 als het goed is gaan we met de trein vanuit hier naar Utrecht toe. En dan komen we daar ongeveer om 6:15 aan, dus we reizen ongeveer 3 kwartier. En om 8:00 begint de voorstelling, dus ja, dan hebben we nog tijd zat om nog rond te lopen of iets te drinken of weet ik veel wat. Oh god, wat de fuck hoor ik nou? Nou, een fietser. Maar in ieder geval, ik wil nog iets zeggen, want het is nou bijna kerstvakantie. Alleen ik zit een beetje te denken om gewoon elke dag te gaan vloggen. Of om alleen te gaan vloggen als er iets leuks is. Bijvoorbeeld de kerstdagen, oud en nieuw. Of als ik bijvoorbeeld een dagje weg ga of iets leuks ga doen met vrienden. Ik laat het jullie zo snel mogelijk weten. Ik ben er nu niet helemaal over uit. Maar ik laat het zo snel mogelijk weten aan jullie. Oké, mensen, het is nu ongeveer 5:00 zoiets. Dus we gaan over ongeveer 1,5 uur, iets meer, gaan we vertrekken met de trein. En ik zal voor jullie gewoon de trein uit gewoon een beetje filmen, de omgeving en zo. En ik plak wel een leuk muziekje onder. En zodra we bij het theater zijn, laat ik het jullie wel even weten. En misschien ook een klein stukje filmen van de musical als jullie dat leuk vinden. Ja, dat kunnen jullie nou niet zeggen, maar ik denk dat ik dat wel gewoon doe. En ik laat daarna natuurlijk al daarvoor weten hoe het allemaal is geweest en of het leuk was. Het is wel een korte vlog vandaag, want dat weet ik nou al wel. Alleen ik hoop wel dat jullie het nog leuk vinden. Dus ik ga zo meteen lekker uit eten met mijn moeder. En daarna gaan we samen naar de musical toe. Trouwens, ik vind het echt zo leuk met kerst dat mensen nou hier bijvoorbeeld allemaal verlichtingen en zo hebben opgehangen. En daar zie je ook binnen en zo. Verder niet echt veel. En wij hebben hier bij ons huis, net zoals die achterste daar, hebben wij van die lichtjes zo. En onze buren hebben dan met van die takken erbij en zo. En er trouwens ook een ijsbaan bij onze vucht. En ik denk dat ik er wel een keertje heen ga. Lijkt wel zien aan jullie, dat is wel leuk. Dus ja, laat misschien weten wat jullie aan doen in de kerstvakantie. Ik ga in ieder geval wel wat leuke dingen doen. En dat, die vlogs komen eraan, dus... ja, geef ons een like als je het super leuk vindt. Ik heb natuurlijk super veel plannen in de kerstvakantie en ik ga veel leuke dingen doen. Vooral de kerstdagen die eraan komen en oud en nieuw. En misschien nog wel wat andere dingetjes. Ik ga natuurlijk deze dagen vloggen voor jullie, dus ja, het wordt super leuk. Weet je wat ik trouwens hoop? Ik hoop echt dat ik een hondje krijg voor kerst. Daar is een hond. Ik wil echt al zo lang een hond. Oh, echt cool. Oh, hier is ook iemand met een hond. Hallo mevrouw. Kan ik hond aan het uitlaten? Oké. Fijne avond. Doei. Nou ja, in ieder geval, ik heb wel echt heel graag een hond. En dan het liefst een boemer. En dan wit en dan met een zwart vlekje op een oog. Maar we hadden er al eentje gezien, alleen... ja, honden zijn best wel dure... ja, beesten die je moet verzorgen en alles. Dus ja, wie weet. Oké, mensen, ik ben helemaal klaar. En we gaan nu lekker eten. En ja, kijk, het is nu al helemaal donker. Yay, wacht, waar zie je die? Oh, hier, kijk, hier zie je die kerstlampjes nu. Hier zo, ja, daar. En ja, ik ga nu naar beneden toe. Mijn moeder, die is eten halen. Ze zal zo wel terug zijn. Dus dan gaan we lekker eten. En ik heb er super veel zin in. En ik hoop dat jullie, ja, deze vlog ook leuk vinden. En zo. Het is een beetje donker nu. Dus ik ga nu naar beneden. En we gaan zo lekker eten. En dan zie ik jullie in de trein. Ik wilde jullie toch al even iets laten zien, want... kijk, hier liggen super veel cadeautjes. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Het is een beetje donker. Ja, en hier zit een soort van emmer. Nou, dat is een wasmand van mijn vader. Dus ik hoop dat ze deze vlog niet ziet, want anders weten jullie het al. Maar kijk, dit is onze kerstboom. Nou, dat is toch een mooie kerstboom, of niet dan? Laat even een blauw duimpje achter als jullie deze kerstboom ook mooi vinden. Ik in ieder geval wel. Nou, daar loopt er toch iets anders dan wat ik had gedacht. Want ja, ik zou zeggen, ik check jullie in de trein. Maar net krijg ik dus in één keer... 2 vrijkaartjes voor de ijsbaan hier in Vught. Dus ja, ik ga denk ik wel een keer schaatsen of zo met iemand. Wordt super leuk. Maar in ieder geval, moeder zal nou elk moment wel komen. En dan gaan we lekker eten. Oh, ik heb er zoveel zin in. We hebben hier trouwens ook kerstverlichting. 2 van die pilaren. En dit is een kerstboom op een... of een kerstboom. Een kerstman op een stukje hout. En die heb ik ooit gemaakt toen ik op school zat. Op de basisschool. Echt erg. Wow, en hier ook. Hier heb ik trouwens ook 2 minuutjes. Kijk, dit zijn 2 kerstmannen. Ja, ik heb ze niet allebei gemaakt. Volgens mij heb ik deze gemaakt. En deze had iemand anders hier van moeder mooi. Het is gewoon van een bloempot. Ja, heel simpel. En dan zit er een belletje in. Super leuk dus. En trouwens,
Dit is onze nieuwe vis. Ik weet niet of ik het al laten zien. We hadden eerst een andere vis, een veel groter en een dikke. Maar ja, die is uiteindelijk overleden en hij is 17 geworden. Dus echt super oud voor een goudvis. Alleen deze vis heet James Bond. En we hadden wel een blipje 2.0. Dat was een kleiner als deze. Alleen die is al overleden. En deze is lekker aan het zwemmen. Hè, James Bond? Ga je nog leuke spannende dingen doen vandaag? Ja? Ik snap echt niet waarom ik tegen de vis zit te praten, maar dat maakt niet uit. Oh, daar komt hij aan. Oh nee, hij gaat zijn hoofd wegdraaien. Nou ja, wij gaan in ieder geval lekker eten. Oké, we hebben net super lekker gegeten en over 10 minuten gaat de trein, dus we gaan nu ons jas aandoen. En dan gaan we met de trein naar Utrecht toe. Dus op het spoor, op de trein, op de... Wauw, dit is normaal. We hebben er heel veel zin in, hè man? Ja, superleuk. Ja. Oké. Okay. Heel spannend. Oké, mensen, het is nu pauze. En de voorstelling is echt zo fucking vet. Dat is echt niet normaal. Dat is echt een vlog. En het is niet echt een decor, maar het is meer decor met schermen gedaan. Super vet. Nou, we vonden dat heel leuk, hè man? Jawel, het was heel erg leuk. En de voorstelling gaat... Hij gaat weer beginnen. En we gaan verder kijken. En genieten. Toppie! Super hard. Maar we gaan nu weer lekker naar huis toe. Oké, mensen, we zijn nu net een uurtje ongeveer thuis en de voorstelling was echt super leuk. Ik heb jullie wat beelden laten zien van twee liedjes, of één, ja twee, maar met slotapplaus erbij. En het was echt super leuk. We moesten wel iets eerder weg, omdat we anders de trein misschien niet konden halen. En ja, dan moesten we 3 kwartier wachten. Nou, dan zaten we niet echt op te wachten. Ik ga in ieder geval de vlog afsluiten nu. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Geef hem een like.
En abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. En dan check ik jullie later.